En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2. We gaan weer lekker Euro Truck Simulator spelen. Het is maandag en hebben we altijd een Euro Truck Simulator aflevering. Dus ja, laten we maar spelen, jongens. We gaan eerst eens kijken waar we naartoe moeten. Want ik weet nog echt niet waar we... Wat zullen we vandaag eens gaan doen? Ja, Denemarken ben ik nog nooit geweest. Is ook misschien wel eens een keer leuk om naar Denemarken te gaan. Esberg. Daar zie ik niks. Ik wil Denemarken. Nee, ik zie geen Denemarken. Ik zie wel... Nee, ook niet. Luxemburg kunnen we doen. We kunnen Frankrijk doen. En we kunnen... een Verenigd Koninkrijk doen. Denemarken en zo kunnen we nog niet doen. Jongens. Wat een dilemma. Nee, we kunnen nog niet naar Tsjechië, naar Oostenrijk nog niet. We moeten echt kijken met hetgene wat we hebben liggen. En... Lille hebben we. Luxemburg hebben we. Manchester hebben we. Ja, ik heb niet echt zin om weer naar... om weer naar dingen te rijden. Om naar Engeland te rijden. Dat hebben we al een keer gedaan. Dus we gaan even kijken. Nou, we gaan toch... We gaan toch maar naar Engeland toe. Gerookte paling. Rotterdam Felixstowe. Ja, ik moet echt... nog verder spelen. Ik denk dat het is dat ik... nog verder moet spelen om nog meer routes vrij te krijgen. Dus ja, helaas. We moeten het toch maar weer even doen, jongens. We moeten het helaas toch maar even doen. We gaan eens even kijken dat ik... waar is hier ergens een ding dat ik... eens even koekeloeren. Waar kan ik hier ergens uit? Ik zie daar bussen rijden en zo. Kan ik er nou uit? Oh, daar kan ik eruit. Kijk, daar kan ik eruit. Even kijken hoor. Ja, we gaan die kant op. We moeten dus naar Felixstowe. En een rit van 343 kilometer. Ik ga echt weer als een idioot rijk hard. Ik heb er ook echt niet van geleerd, hè. Ik leer er echt niet van. Ik blijf gewoon keihard rijden, hè. Volgens mij kunnen ze me echt 700 bekeuringen geven en dan rij ik keihard. Nu rijd ik netjes 50 km per uur. Nou, ik moet eerst even kijken hoor, want we moeten naar de Europoort toe. Natuurlijk moeten we naar de Europoort. Want we moeten ons laten inschepen. We gaan niet naar Amsterdam en Groningen vandaag. We gaan rechtdoor. Ik mag hier 80. Oh, dan ga ik weer te hard. Waarom krijg ik nou ineens borden van 50 en van 80 en dan moet ik ineens weer terug naar de 50? Hier, nou mag ik wel weer 80. Maar ja, ik ben liever even zo aan het rotzooien dan dat ik weer een bekeuring heb. Tja, het is toch een hoop geld, zonde van het geld. Nu ga ik ook alweer te hard, dus laat ik hem even doorlopen. Zo. Oh, dan ga ik weer te hard. Oh, ik moet toch die kant op.
wel gewoon dit doen. Oh, ik moet wel terug. Ik ga naar full start. Hier is weer 50 ineens. We gaan naar Engeland. Benieuwd. Eigenlijk even onthouden hoeveel kilometer ik gereden heb. Ah, dan kan ik het niet meer zien. Chips. Dan kan ik het niet meer zien, hè. Wacht even, heel even eraf. 310 kilometer. Oké. We gaan gewoon vanaf Harwich. Zei ik nou 300 zoveel, zei ik, hè? Als het goed is, moet het nu minder zijn dadelijk. Als het goed is, moet het dadelijk minder zijn. 310 of zo, zei ik, hè? Oké, nou. We gaan eens even kijken. Ja, zie je wel. Duidelijk veel minder. Ik stond op 300 en nu stond ik nog maar op 102 kilometer. Dus dat is niet echt een heel groot stuk. Oh, en ik ben trouwens aan het spookrijden. Ik ben gigantisch aan het spookrijden. Ja, gaat die naast me staan, die Oete? Nou, kom op. Ja, dat dacht ik alweer. Dat dacht ik alweer. Ik heb rijden natuurlijk weer een bekeuring. Oh, dit is zo zonde, hè? Echt. Ik ging alweer helemaal verkeerd die boot af. Helemaal verkeerd. Oh, ik rijd weer helemaal verkeerd, jongens. Ik rijd weer helemaal verkeerd. Oh jee. Oh nee. Ik ga echt weer helemaal verkeerd, jongens. Oh. Dus echt, het is ook weer. Zie je, dan zit ik weer niet op te letten en zit ik weer dom te kletsen en dan. Ja, nou, opzouten. Ik denk niet dat ik dit ga redden. Ja, dat dacht ik al. Echt ontzettende eikel dat je bent. Met je klote auto. Wat een ontzettende dombo. Gunt me ook echt helemaal, totaal helemaal niks, hè. Hij gunt me echt helemaal niks. Wat een ontzettende eikel ben jij met je zwarte auto. Ja hoor, en een snelheidsbekeuring.
Ga maar, jongen. Ga maar, ga maar, ga maar. Echt, jongens. Ik zweer het je. Ik zweer het je. Echt waar. Ik moet dus die kant op. Zo, jeetje, wat een bevalling, zeg. Nou, dan rijd ik toch aan deze kant. Oh, jongen. Echt, ik zit weer niet op te letten. Dan denk je dan van... Ik dacht net echt werkelijk van... Nou, ik ben goed bezig. Ik reed rustig naar de Europoort toe. Helemaal niks. En nu verkloot ik het gewoon weer in Engeland. Hè. In Engeland gooi ik alles weer fout. Engeland gooit alles weer overboord, jongens. Het is ongelooflijk. Waarom doe ik het mij aan? Waarom doe ik het mij aan? Waarom? Jongen. Ik baal er gewoon ontzettend van. Ik was net zo lekker bezig. Ja, ik was net zo lekker bezig. Dat snap ik trouwens ook niet, hè. Helemaal niks. Schijt eruit, man. Echt, ik word hier zo ziek van. Het is nu meer kilometers dan minuten nog. 35 minuten nog. Nu. 40 kilometer. Dus ik moet er dadelijk af. Maar waar moet ik af? Ik ga even op de tweede baan rijden alvast. Ja, ik moet een file gestoken. Zie je, ik moet die andere hebben. Ik ga aan de kant. Want anders kan ik die bocht niet meer nemen. Ja, nu ben ik er wel heel... Gebruik koplampen. Jezus Christus. Nou, dat wordt weer een rondje van niks, dit, jongens. Dit wordt weer een rondje van niks. Echt, hè? Wat een ramp. Een disaster. Een disaster. Nou, 1 kilometer per uur. Terwijl ik toch flink het gas erop heb. 16 kilometer. Oh, ik ga gewoon 10 kilometer te hard. Ik ga 10 kilometer te hard, jongens. Oh,
Jeetje, dit is echt een ramp. Echt. Nou ga ik echt helemaal naar beneden, want... Nou staat daar dat ik 50 mag en ik ga, dan ga ik naar beneden in de 20 goed. Felixstone ontdekt. Oké, ja, nou heb ik Felixstone ontdekt. Wat nu? Je mag hier maar 48 km per uur, dus we gaan weer later omlaag. En rotondes zijn, daar ben ik zo slecht in. Verder een keer deed ik die rotondes perfect en nu maak ik er gewoon echt een potje van. Moet echt onthouden, Felixstone. Tuurlijk, plus 11 km te hard, tuurlijk. Moet even onthouden, Felixstone. Kijk of we dadelijk weer een ritje terug naar Rotterdam kunnen rijden. Ja, waar moet ik nou heen? Ik denk dat die kant op moet. Oeh, zo! En daar heb ik nog geluk. Daar heb ik nog geluk. Die witte wagen. Oei, 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 oei. Ja, het is niet handig om midden op de weg te stoppen. Dan moet het hier ergens links zijn, denk ik. Ik ga alvast op deze baan rijden alvast. Jeetje, wat een gedoe, jongen. Wat een gedoe, wat een gedoe. We hebben hem in ieder geval. Ik vind het echt niet echt. Ik heb deze rit niet echt goed gereden. We gaan zo even kijken of we nog een rit terug van Felixstone naar Rotterdam kunnen doen. Nou, ik heb een nieuwe gevonden. Voorkeurstrucs van Felixstone naar Rotterdam. Dus dan kunnen we hetzelfde ritje weer lekker terugrijden. Even kijken hoe ik dat ook weer deed. Zo, nou dat is gelukt. Neem de opdracht aan. Dan gaan we weer terugrijden. Dus. Ja. We gaan weer terug. Daar gaan we weer. Daar kan ik er niet uit. Daar kan ik er ook niet uit. Ik denk dat ik er hieruit moet. Nee, ook niet. Dan rijden we even een rondje. Hoi. Gaat dat redden? Ik ga het wel redden. Makkelijk. Juist. Oh man, 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 man. Nou, hier ook. Ik heb mijn kniplicht aan hoor, zeikertje. Jeetje, dat kost je gewoon weer 100 m hè. Jezus. Wat een stelletje zeikers, zeg. Maar goed, we gaan in ieder geval gaan we Felixstone verlaten. En dan gaan we weer terug naar, naar Rotterdam. Boem, boem, zegt hij.
Wow! Ja, en dan gewoon bijna door willen rijden ook, hè. Om me niet even te gunnen dat ik eventjes deze bocht maak. Nou, daar gaan we dan. Gewoon voortaan dus altijd mijn licht aanzetten. Dan kunnen ze in ieder geval nooit pakken meer op mijn lichten. Ik mag 80. Deze weg. Blijven. Ja, dadelijk wordt met een stuur wordt het misschien wel makkelijk, hè? Harwich. Ik denk dat we dadelijk dat deze beter op deze baan kan blijven, want we krijgen zo de afslag Harwich. Die moeten we pakken om weer terug in Nederland naar Nederland te gaan. Tuf, hè? Maar ik heb lekker lak aan, want
Fantastisch. Nou, dan gaan we. Godzijdikkie. Ja, en een klootzak die niet oplet. Dat kan trouwens ook niet, want... Oh, echt waar, jongen. Wat een sukkel. Mag dus 48 km per uur mag ik rijden. Terugnemen en een klein beetje zo. Enter. Harwich, hè. Inschepen. Kan nog gelijk. Kan ik pas op de skin zo rijden, hè? Ja! 50 km per uur. Nou, we zijn weer terug in Nederland, jongens. Gelukkig. Gelukkig in Nederland weer. Gelukkig zijn we weer in Nederland. Lekker naar Rotterdam. We rijden ons gemakken weer lekker terug naar Rotterdam. Jezus! Ja, dat is dom van me. Oh, wat dom. Ik zit niet op te letten en ik knal gewoon keihard tegen die vangrail aan. Oi, 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 dit is niet best, jongens. Dit is niet best. Schade aan mijn trailers, misschien schade aan mijn lading die ik bij me heb, die ik vervoer. Dat is niet best, hè. Dat is niet best. Ik denk dat ik hierheen moet.
Nou, kom op vooruit met die geit. Ik ben er bijna. Dat was hem. Mwah, nou ja, oké. Ik ben weer iets omhoog gegaan. Dat is in ieder geval alvast wat. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was weer een aflevering van Euro Truck Simulator. Ik bedank jullie voor het kijken. Abonneer voor meer Euro Truck Simulator, vlogs, pretparken, kermissen. En vergeet deze video en alle andere video's van mij niet even achter te laten met een dikke duim omhoog. En dan zou ik zeggen, jongens, tot volgende week. Tot weer een nieuwe Euro Truck Simulator op mijn kanaal. Groetjes van deze kant en tot de volgende. Bye bye. Hoi.